Yo, ja, goed jullie kijken natuurlijk nieuwe Warzone highlight video. En het is een highlight video van gisteren. Ja, dat was het beste, want anders moet ik te veel terug. Wacht, ik kan. Ik zou ook die. Volgens mij is het van deze maandag. Ja, ik zou even ook die kunnen gaan doen. Want daar heb ik een victory gehaald met iemand. En die is van deze week. Dus ik denk dat ik die doe. Terwijl het was gewoon echt een goede game. We hadden gewoon echt een goede game. En ik ben zelf eigenlijk een beetje op zoek naar een goed ja, squad. Eigenlijk gewoon een daily squad. Maar dat is wel één duo daarvoor. En ik heb dat dus. Dat was dus op maandag win gehaald. En op die dinsdag was het dus weer. Ik speelde er weer mee. Weer een duo win gehaald. Dus ja, één ding. Als je gewoon echt nog een win mee haalt, twee keer zo achter elkaar, dan weet je gewoon al, het is goed. Terwijl, ja, je kan goed communiceren, terwijl ik hoor hem goed. Terwijl sommige mensen wat Engels praten, die hoor je best onduidelijk. Het heeft misschien soms te maken met accent. Bijvoorbeeld, je hebt sommige accenten. Bijvoorbeeld, ik zeg me wat, bijvoorbeeld een Duits accent, bijvoorbeeld, ik zeg me wat. Als je dat hebt, dan hoor je dat veel minder soms. Of bij dat accent. Dan hoor je soms het Engels veel minder. Laat weten als je dit herkent. Laat gewoon eens even weten als je dat herkent. Als je het, ja, weet wat ik bedoel met het accent. En dat je soms gewoon minder duidelijk hoort. Maar hem hoor ik dus ook gewoon best duidelijk. Alleen hij is dus ook weer iemand uit Amerika. Ja, die is van Seattle, zei hij. Dus dat is helemaal aan de andere kant. Ik plak er even een plaatje bij. Dat is. Als ik niet vergis, was het voor mij hier. Zo hier helemaal. Dan heb je hier helemaal Amerika. Hier heb je New York. En dan heb je hier helemaal Seattle. Ligt boven Californië. Dus helemaal aan de andere kant. En het gek is daarom, ik heb er helemaal geen lag mee. Dat is ook het fijne. Alleen ik had die zondag. Daar had ik weer met een oud iemand gespeeld. Terwijl misschien heb je die wel vaak gezien in een highlight video. Die heet Canucks. Die hoor ik ook wel goed. Alleen, ja, die was echt helemaal. Ik denk als je iets fout doet. Hij gaat helemaal. Ja, hij wordt ja, niet boos. Maar als je gewoon iets doet, eigenlijk niet hoort, dan. Ja, dan werd hij gelijk daarop aan. Dat is ook wel goed. Alleen soms hoor je hem slecht. Heel soms is dat. Dus, maar ik doe dus die van die win. Een enorme win doe ik als highlight video. Dat is wel leuk. Alleen ik heb zelf ook een nieuwe loadout. Ja. Ik heb een nieuwe loadout. Ik heb de Pharah nu. In plaats van de FFAR. De Pharah is trouwens veel beter dan de FFAR, want de FFAR is helemaal niks meer. Alleen, ik had gisteravond, had ik het laatste potje, had ik per ongeluk die loadout gepakt. Dus wat moet ik doen? Ik moet de Pharah moet ik hoger zetten. Ik heb de FFAR, die staat op nummer 3. En de Pharah staat onder. Dus ik klikte per ongeluk op de FFAR in plaats van de Pharah. Dus dat was echt wel een beetje dom. Een beetje dom was dat. Alleen, ik ga die dus wel snel ook even zetten. Zodat het niet weer gebeurt, want die FFAR is niks meer waard. Je kan er niks meer mee. Nu is het gewoon de Pharah die wat je moet gaan gebruiken. En we gaan gewoon nu gewoon naar de highlight video. En dat is het met de win. En daar heb ik wel nog de 11 jaar. Of ik. Ja, gewoon de win. Waar ik wel de 11 jaar heb. Maar. Ik ben nu gewoon echt aan het spelen met de Pharah. Vooral. Dus. Doe vast een blauw duimpje omhoog. Als je het nog niet hebt gedaan. Voor als je dit soort highlight video's leuk vindt. En dan gaan we nu erheen.
I need to land here. I have a UV. Coming actual, send recon. The uplink station is yours. Now you can one on the recon. By the buy station. We've located the satellite. Time to see what's inside. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. I've got an SMG. He is gone. Friendly UAV over here. Positive ID on the bounty target. Sort them out. I put a UV. Awesome. Crap. We're exposed. Hold out, drop headed your way. Maybe she camping? Going in. I come. Half fuel right here. See that? Armor here. Thank you.
I have IUV. Okay. Okay, we're inside. Scan for movement. There's a bounty. Can take it. Objective is to eliminate the bounty target. Objective updated. Secure that position. There was a box. Okay. Look, be careful. Contract complete. Recon intel secured. Move to the next area and secure the perimeter. Moving here. Cancel my body armor. I don't see. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Primary objective accomplished. Recon intel secured. Target right here. Okay. Okay. Relocate. And be careful. Maybe on the roof. There was cash. Target
wheel. The butt on the bike. Behind us. Yes, I see. Target right here. Where's one? From enemy UAV overhead. The big building. From there. Mark out moving. Mark the target. Pressure deployment is pulling up now. Get this done. Sharpish. Gas is moving in. New safe zone located. Sure camping. Friendly loadout drop on the way. Movement. Cancel that. I have 5. Let's head for the safe zone. Swan people. He's there. One. I take blitz. Enemy mark. Cancel that. I don't have movement. Target right here. Movement. Enemy mark. Have you got gas inbound? Safe zone relocated. Target right here. We need
to the zone. One there. I see movement. Stop shooting at me. Movement. Grip. Relocated. Half out of fuel. Returning for resupply.